Ik vind alles in het leven leuk. Behalve paarden. Behalve paarden. Gezellig. Ja. Jullie zijn de aflossing. Even bij je zijn. Ja, hij laat me altijd janken, jongen. Ik ga twee hele leuke mensen ophalen. Eentje ken ik er goed, en eentje ken ik er nog niet. Maar ik heb er wel ontzettend veel zin in om ze de komende dagen te spreken, te zien, met ze te borrelen, met ze te eten. Glenn en Grace en Boas. Service. Gezellig, jongens. Ja, ik vind het echt leuk dat jullie er zijn. Ook leuk. Ik heb alleen zelf ook nog geen idee wat we gaan doen zo. Oké. Maar is mij verteld dat hier, een briefje ligt. Oké. Oh, echt? Oh, wauw. Op een kassa. Oh, moet het dan pas met huis open? Nu. Nee, mag hem nu openen. Nu openen. Voor de een komt vandaag een droom uit. Was dat voor de ander een nachtmerrie. Jullie gaan paardrijden. Het is voor mij een nachtmerrie, want ik ben echt bang voor paarden, maar ik hou ook van paarden. Dus ik heb dit al zo lang willen doen. Dit is jouw idee. Oh, echt? God. Ik vind alles in het leven leuk. Behalve paarden. Behalve paarden. Wat dan? Ik ben gewoon een beetje bang voor paarden. Ja, maar heb ik ook, schat. Ik heb dat ook. Precies hetzelfde. En toen dacht je... Laat ik dat dan nu eens Laat hier... Laat ik mijn angst gaan overwinnen gewoon. Heb ik het gezegd? Nou ja, blijkbaar. Want het was het voor iemand is het een droom. Ja, het is wel waar. Heb jij wel eens paard gereden? Ik heb vroeger wel eens paard gereden. Maar toen was ik heel jong. Toen was ik echt... Maar geen angsten? Ik heb geen angsten, nee. Oké. In ieder geval niet van paarden. Nee, ik ga hem er ook overheen zetten. Oh, dit wordt leuk, jongens. Ja, ik moet wel. Het zou net lullig zijn als ik ervoor ga lopen met een touwtje. Oké, nou. Goeie binnenkomen. Yeah. Nou, jongens. Is het tijd om dromen te verwezenlijken? Jouw dromen? Jouw grote dromen. Jouw nachtmerrie. Hello. You are welcome. I'm Robert. Alex. Nice to meet you. Hi, Glenn. Nice to meet you. Alex. Hello. Alex. Hello. Alex. Thank you for having us. Before start, it's important to dress your helmet. Yeah. Okay. I have for you a special helmet. Nou, ik weet niet. Ach, jezus. Het past wel bij je shirt. Thank you so much. It's beautiful. Thank you. We are joking. Oh. It's for the girl, right? Yeah. Okay. Nou ja. Gaatje rond. Clean bone. Put your left feet inside the stirrups. Very nice. Nou, dat ging heel subtiel. Ja! Yeah. Oh, heel goed. Met souplesse. Hoog, man. Vallen. Jongens. Oeh. Wat doet dat ding? Alla, every time when you clean, to elude the troubles, put inside the left foot. But if you are alone and the horses start. Oh. Hoe vind je het, Glennis? Ja, geweldig. Oh, pion, kijk uit. Wat? This way, if the horses win, right, you stay near the roots. Je moet echt de hele tijd een gevecht met hem aangaan. Ja, laat ze zo aan. Ik heb het helemaal door. Ook ik uit. Nou, wat nou
als je op hol staat in één keer, hè? Her second name is Ankie van Gunsven. Paarden is de eigen wil, hoor. You control the horse. Goed hoor, jongen. Doe. Mijn paard is moe. Schat. Ja? Ik voel dat aan. We hebben zo'n bijzondere connectie in zo'n tijd. Take the time. Very nice. Good. This is the riding the horse. Top down. Friendly tap. Take the time. Wat zeg jij? Boom. Ja, je bent moe, hè? Kom gaan. Ja. Hey, ik vind het echt leuk. Ja? Ja. Goed zo. De horse goes tik tak tak. I go up, down, up. Ik ben wel oké, hoor. Beter hebben jullie zo meteen een paar wijntjes klaarstaan. Oké, ja, but I think I'm oké. Oké. Ja. Can I just... No, take this. Nee, but I don't wanna... Yeah, it's for you, hè? No, but I'm oké. Are you sure? Ja. Oké, jongens, ik heb nog een andere activiteit. Oh, leuk. Zijn jullie bang voor hoogtes? Ja, ik wel. Ja? Ja. Weet je wat we gaan doen? Nou... Paragliden. Wanneer? Nu. Nu? Nee, dan moet ik me toch op geestelijke voorbereiden. Met het paard. Jij mag met paard. Ik doe me even zonder. Vamos. Wat ga je me nu weer laten doen? Ons. Jullie gaan van de berg afspringen. Wij bedoel je? Ja, wij. We zitten met de spanning. Jongens, ik heb gezworen dit soort dingen nooit meer te doen. Maar leuk! Oké, jongens. Ja, let's go. Leuk, hè, bij mij langskomen. Ja, ik vind het wel spannend. All right. Don't leave me hanging. Ja, jullie... Oké. Okay. Yeah. Waarom doe ik dit? Waarom ga ik dit gewoon doen? Ja. Doei, man. Verzijn. Ja. Het is de laatste keer dat je me ziet. Okay. Bye, guys. I believe it's okay. I believe I can sky. Ik leg gewoon mijn leven in iemand anders' handen, hè, jongens. Oh, run. Oké. Okay. Oh, kom op! Kom op! Oh. Wauw, jongens! Wauw! Hey, kom op! Rob, ja. Als ik je niet meer zie. Hey, ik vond het echt gezellig. Ik vond het echt gezellig. Dat was de 2 uurtjes. Ja, was lachen gewoon. Ja! Redden! Hoe? Redden! Ja, sorry. Nee, dit ging heel goed. Echt, Boas. Dit ging heel goed. Zou er het nog 3 keer over nadenken? Ik weet niet of je Glennis het nog zou vertrekken. Ja. Oké, tot ziens! Even bij je zijn. Ja, het is wel een beetje spannend. Het is heel gek, want je gaat een berg afrennen. Maar waarschijnlijk is het minder raar als die vlieger in de lucht hangt. Oké. Wij? Fucking vet, jij? Ga huppelen als ik blijf. Wat vond je? Ik vond het heerlijk. Vrijheid gewoon in de lucht, gewoon niks. Te gek, hè? Ja, man. Vonden we het leuk? Was leuk! Was top! Was echt leuk. Was cool, echt hè? Echt fijn. Kan het. Fucking kan het. Welkom. Jeetje, weer een heer. Dankjewel. Dankjewel, schat. Het zien jullie er mooi uit. Voor jou. Dankjewel. Intensieve eerste dag. Zo. Wat een dag, joh. Dat had je ons niet verteld van tevoren. Meteen vanaf het vliegveld. Nee. Het is tijd voor open kaart. Spannend. Ja. Ja. Hij is alleen net wat anders dan normaal in deze serie. We geven er eigenlijk elke variant een andere twist aan. En vandaag hebben we stellingen. Dus ik lees een stelling voor en vervolgens mogen jullie daarop reageren. Okay. Jullie mogen met elkaar in gesprek gaan, jullie mogen elkaar vragen stellen. Hij weet helemaal niks, hè? Dat is wat spannend. Vind je het spannend? Ja, altijd.
Ik doe dit niet zo snel. Maar bij jou wel. Jij kan me altijd overtuigen of zo. Op de een of andere manier. Zullen we beginnen? Mm-hmm. Oké. Okay. Yes, let's do it. Ik heb niet veel rijkdom nodig om gelukkig te zijn. Ja, dat klopt bij mij wel. Ja? Ik kan hem ook anders interpreteren. Ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn. Ja, ik had hier laatst met een maat over. Ik heb nooit veel geld gehad. Ik was altijd wel gelukkig. Nu ben ik ook nog steeds gelukkig. Maar nu heb ik wel wat geld. Maar voelt het dan anders? Nou, je hebt gewoon minder stress. Ja, dat is wel waar. En dat is gewoon heel relaxed. Ja. Dus je hebt geen stress meer dat je shit niet kan betalen. En dat je altijd leuke dingen kan doen. Er is altijd eten. Je kan altijd je huur betalen. Mm-hmm. En dat zorgt gewoon voor bepaalde rust. Waardoor je misschien meer dat geluk kan vinden. Is dat wel anders geweest vroeger? Ja, zeker. Ja, ja. Mijn moeder liep bij de voedselbank. En ik heb vaak zat thuis, dat ik thuis kwam, dat er niks was. Gewoon. En dan gewoon rijst met chilisaus. Als kind? Als kind, ja. Hoe was die overgang? Ik heb ook zoiets van, nu heb ik het. Ja. Dus nu kan ik het uitgeven. En ja, voor je het weet, ben je er niet meer. Dat is altijd wel die struggle, denk ik. Zo van, in hoeverre ga je sparen en in hoeverre ga je gewoon genieten. Ja. Hoe is dat voor jou, Glennis, als je deze stelling hoort? Nou, ik weet wel. Ik heb ook wel echt wel tijden gekend dat ik elk dubbeltje moest omdraaien. Was echt nog in het begin van mijn carrière. Het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik echt groot succes kreeg. Dus die ommekeer was heel gek, want ik kom van 3 hoog achter, snap je? Dus het is dan heel gek als je ineens alles kan betalen en alles kan kopen wat je wil. Soms heb ik het daar nog steeds moeilijk mee. Ik ben voor mezelf heel erg gierig. Ja? Altijd nog steeds in mijn achterhoofd heb van, ja, maar... Maar is het dan de angst voor weer teruggaan naar vroeger, qua financieel? Ik heb daar niet zoveel angst voor. Omdat ik ook weet dat ik toen ook gelukkig was. Het heeft maar met kleine dingetjes te maken. Het heeft voor mij niet echt dat ik dan periodes heb gehad dat ik heel veel geld had. Ik dacht van, nou, nu ben ik zo gelukkig met al dat geld. Nee, ik was meer... Het geluk gaat niet over hoeveel geld je hebt, toch? Nee, voor mij niet. Nee. Zeker niet. Het zit hem echt in kleine dingen. Dus eigenlijk denken jullie daar best wel hetzelfde over. Ja. Ja. Mooi. Familie heb je voor het leven, vrienden voor maar even. Ja, nee. Nee? Nee. Nee, ben ik het ook niet. Vrienden kunnen ook een familie voor je worden. En dat zijn dan de jongens voornamelijk, met wie je er bent. Ja, dat zijn vooral die jongens. Want die zie ik elke dag. Ja? Dus ja, dat is wel echt een familietje. Ja. Ja. Zijn zij dan daarin ook voor jou meer familie dan je biologische familie? Ja, op dit moment wel. Ja. Ik heb toevallig met mijn vader afgesproken om binnenkort een soort interview te doen met elkaar. Hij kwam daarmee. Hij zei van, ja, ik heb nooit echt veel over mijn vader geweten. Dus hij kwam daarmee van, het lijkt me tof om dat een keer te doen. Om elkaar te filmen, een soort interview te doen. Een soort diepte interview. Vind je het dan spannend, zoiets? Ik vind dat heel spannend, ja. Ik kan me voorstellen dat er gewoon dingen boven water komen over het verleden, over hoe ik me dan voelde of en misschien niet veilig genoeg voelde om dat te uiten tegen hem. En misschien heeft hij dat ook wel bij mij. Dus ik vind dat heel erg spannend, maar ook juist daardoor heel interessant. Ja, dat gevoel van je niet veilig genoeg voelen om dingen te uiten. Heb je je als jonge Boas wel eens onveilig dan gevoeld thuis? Nee, niet onveilig, maar wel niet helemaal thuis. Mijn ouders gingen scheiden toen ik 12 was. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn, want ik merkte dat ze hadden heel veel ruzie en het liep gewoon niet. Mijn moeder is bipolair, dus ik had het gevoel dat ik heel erg voor mijn broertje moest zorgen ook, rond mijn tienertijd. Als je dan bipolair bent, dan zie je ook allemaal dingen die er niet zijn, eigenlijk. Dus je gaat allemaal shit voor jezelf invullen. Dus op een gegeven moment had ik shit gejat.
uit haar portemonnee. Dat dacht zij, hè? Ja. En ik veel waren de buren die shit jatten en zo. Dus ik heb me wel onveilig... Ja, onveilig is misschien niet het goede woord. Ja, onzeker gevoeld daarin. Maar het heeft me ook gemaakt wie ik ben. En ik heb uiteindelijk een plek kunnen geven. Dus... Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb op een gegeven moment op theaterschool... was er een leraar, Ron heette die. En die kwam op een gegeven moment met een... die zei op een gegeven moment van ja... als acteur moet je een soort van constateren en loslaten. Hm. Dus een soort van, oké, de situatie is zo... Ik moet het een plek geven en ik moet het daar laten. Ja. En die zin heeft me eigenlijk heel erg geholpen. Van oké, weet je, het is zoals het is. Ik kan er nu niks meer aan veranderen. En ik kan er alleen nog maar mee omgaan en mee leven. Ja. Dus dat heeft me heel erg geholpen. Heftig. Ja, zo heeft ieder zijn ding. Ja, maar ja. Toch. Wow. Oké, nou, iets luchtigs. Seks is overrated. Jij ja, mag beginnen hoor, in deze. Ik vul wel aan. Ja, ja, ja en nee. Want ik merk dat er best wel, zeker in mijn omgeving, veel focus op wordt gelegd, op seks. En dat het belangrijk wordt gevonden. Maar ik vind het niet het belangrijkste. Ik vind het geen prioriteit in een relatie. Maar ik vind wel dat het er moet zijn. En dat je je aangetrokken moet voelen tot een ander. Mm-hmm. Want als dat er niet meer is, dan heb je wel een probleem, toch? Als je een relatie hebt. Maar het verschilt natuurlijk ook wel per persoon. Tuurlijk. Je hebt mensen die veel seksueler aangelegd zijn dan anderen. Nee, ik moet dat echt voelen, man, met iemand. En helemaal als je een relatie hebt. Ja. Ja, heb je goede seks? Ja. Ja, zorg ik wel voor. Soms is het echt zo fijn als je nu met dit soort situaties een soort co-host. Dat je zo, dat jij af en toe even en jij bij hem. Dat je... Maar heb jij veel seks? Ik heb niet veel seks. Maar de seks die ik heb is wel... Is gewoon daar, is goed, is... ik hecht, maar ik hecht ook niet zo heel veel waarde aan of zo. Ja, ik ben wel vaak geil. Ja? Ja, ja. Maar dat echt dagelijks. Want hoe oud ben je? 33. Ja. Ja. Kijk, ik heb ook de young boys, zeg maar. Jong. Die willen altijd gewoon. Ja. Dus het is gewoon bijna geen houden aan. Dan denk ik ook wel eens, oh, gaan we weer. Ja? Ja, maar dan soms, ga je wel. Heel soms, want ik hou van seks. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Okay. Ik ben een vrouw en ik ben een gezonde vrouw, dus ja. Maar ja, ik vind het leuk om over seks te praten. Ja? Ja. Wat is dat dan? Gewoon omdat je ervan ja, houdt? Ja, omdat ik vind dat mensen er altijd zo moeilijk over doen. Oh, seks, oh. Dat is normaal. Dus het is een heel natuurlijk iets. Hoort erbij. Het hoort er gewoon bij, ja. Toch? Ben je experimenteel? Oké, nou gaan we... let's go. Met de juiste partner wel, ja. En hoe uitzicht dat? Ja, hallo. Ja, je wilt er graag over praten. Je zei, ik praat er graag over. Hoe uitzicht dat? Nou, het is niet dat ik hele gekke, rare dingen doe, hoor. Ik bedoel, als ik af en toe dingen hoor, denk ik... Nou, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Wat voor dingen dan? Nou ja, wat je wel eens gewoon hoort en ziet, en wat mensen doen met eten, seks met eten of poep seks en plas, seks en shit. En dat vind ik echt, nee. Nee. Nee, eigenlijk ben ik eigenlijk heel standaard volgens mij. Heb je wel eens een rollenspel gedaan? Verkleed je wel eens? Nee. Misschien moet ik dat wel een keertje doen. Lijkt me wel leuk. Ja. Maar dan moet ik het doen, want als mijn, doen alsof je elkaar niet kent. Doen, in een brandweerbankpak binnen. Ja. Waar is de brand? Hier, meneer. Het brand tussen mijn benen. Zal ik het even komen blussen? Oh, mijn god. Oh, dat is niet oké. Misschien moet je naar de dokter. Oh, dokter, kom maar. Dat hij de hele tijd ook snel wegrent en zich weer omkleedt. De dokter werd geroepen.
Oh, mijn god. Maar vastbinden en zo, nee. Heb ik ook wel eens eentje gehad die dat wilde. Dat vind ik niks. Ik moet wel een beetje de controle houden. Als ik geen controle heb, dan... Ben je dominant? Nee. Ik vind het wel... Soms. Ja, want ik vind jou als mens ben jij... Vind ik jou hoe ik jou ken. Wat heel lief. Maar je bent wel... Ik heb wel het idee dat je een beetje... Je bent graag in control. Ja. Met sommige dingen ook niet. Vind ik het ook fijn om dat los te laten. Denk ik. Ja, weet ik wel zeker. Ja. Rust. Rust. Doe maar gewoon. Come on. Ga ik naar de volgende. Ik heb nog nooit de wet overtreden. Sorry, mag ik even lachen? Klopt. Nee. Wie begint jij of ik? Nou, iedereen kent mijn verhaal. Dus ja, ik heb natuurlijk wel iets gedaan wat voor de wet niet heel erg wat niet mocht. Nee. Ja. En ook niet zo verstandig was. Nee. Dus ja. Heb je er spijt van? Ik heb wel spijt dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Ja. Ja. En welke keuze bedoel je dan? Dat ik mijn emoties de overhand liet nemen. Maar ja, dat zeg ik. Weet je, ik ben moeder. En ik kan je één ding vertellen over het moederschap. Dat is gewoon een hele gevaarlijke liefde die je hebt. En de emoties die daarbij vrijkomen, dat is gewoon super heftig. Helemaal als er zoiets gebeurt bij je kind. Wat gebeurde er op dat moment in jouw hoofd? Jeetje, wat gebeurde er in mijn hoofd? Ja, je ziet je kind thuiskomen en met een gezicht dat beschadigd is, nogal. Kortsluiting, ja. Dat was het. Ik denk dat het inderdaad... zo kan je het best verwoorden. Het is gewoon zwart. Ja. Wat was je eerste doel op dat moment van je actie? Want je zegt, ik heb kortsluiting gekregen. En toen dacht je... Met welke intentie ging je daarheen? Nou ja, ik ging in eerste instantie met de intentie ernaartoe dat ik wilde weten wat er aan de hand was. Kijk, ik heb ook mijn kind. Dus ik wil ook het andere verhaal horen. Daar zijn allerlei dingen gebeurd waardoor ik eigenlijk die kortsluiting kreeg. Ik hoef er niet verder over te vertellen, want dat mag ik ook niet. Zo mag dat niet? Ja, er zijn allemaal, zeg maar, mediations geweest. Mm. Waar ik met de mensen heb gepraat, wie er bij betrokken waren. Dus ja, daar hou ik me maar aan. Het liefst zou ik natuurlijk heel veel willen zeggen nu. Mm. Maar ik denk dat het niet verstandig is. Nee. Ja. Want daar schaad ik alleen maar mezelf nog meer mee, denk ik. Maar ik snap heus wel dat mensen teleurgesteld zijn, hoor. En helemaal als ze dan horen, tussen haakjes, wat er is gebeurd. Maar het was zoveel meer dan dat, wat er in de media werd verteld. Heb je dan daardoor ook een soort aversie gekregen tegen media? Of, kijk, ja. als je er middenin zit, is het vreselijk. Weet je, want het was echt gewoon een jaar lang was het... Ik werd gek van mijn eigen gezicht en alles wat er verteld werd. En hoe mensen daar dan weer op reageerden. En zelfs mensen uit mijn dichte omgeving die mij heel anders gingen behandelen of... gingen ghosten, dat is wel wat er gebeurde. En dat vind ik denk ik het allerergste van alles. Dat je mensen om je heen verliest. Of dat mensen nu een beeld van jou hebben die gewoon niet zozeer klopt. Ik snap daarin wat je zegt, maar het feit blijft dat iets fysiek wordt. Wat ik ook ergens wel kan begrijpen. Dat mensen zeggen, ja, dat is de grens. Ja, dat snap ik ook. Ik kan alleen maar zeggen, hetgeen wat ik gedaan heb... dat is zwaar overtrokken geweest. En dat weet men niet. Ik snap gewoon dat er een beeld is gecreëerd. En tuurlijk heb ik iets gedaan... uit een emotie vanuit de moeder. Vanuit de moederhart. En ja. Weet je wat het is? Op het moment dat gebeurde, dacht ik niet aan mijn naam. Snap je? Ik dacht niet van... ik moet nu aan... Het was echt een blinde vlek. Het was gewoon een gevoel van... ik moet wel weten wat hier gebeurd is. Wat er met mijn kind is gebeurd. Het waren allemaal volwassenen. Mijn kind was de enige minderjarige.
Dus ja, dan... Heb je ooit getwijfeld aan je zoon? Ik weet het haar af en toe natuurlijk. En dat doen heel veel kinderen een leugentje om best wil doen. Maar hetgene waar hij over had gelogen, naar mijn mening, was alleen het feit dat hij had geveept. Want daar ging de hele kwestie om. Daar was het mee begonnen. Dat was het enige waar hij over gelogen had. Maar voor de rest heeft hij mij alles eerlijk verteld. Hoe het is gegaan. Op dat moment al, gelijk? Ja. Ja, ja, ja. Het enige waar hij over gelogen had was het feit dat hij niet bij de uitgang stond te roken. Maar gewoon door de hele Jumbo, zeg maar. Ja. Heb je nog wel eens een soort van... Ja, dat is misschien bijna een gekke vraag. Omdat je zegt, de moederliefde is zo groot. Maar heb je bijna soms nog wel eens... Bijna een soort, naar alles wat er gebeurd is... Een soort woede richting hem gevoeld? Nee. Nee. Want het is een kind, het groeit op, maakt fouten en dat moet hij ook maken. Ja. Ik vind het ook vreselijk, want dat merk ik heel vaak als ik bijvoorbeeld met Tony ben, dat mensen hem zeg maar een soort van negeren en hem misschien het gevoel willen geven, ja, maar jij hebt de carrière van je moeder verpest. Nee. Oh ja. Dat vind ik, dat zie je het niet dat zo? Kan niet. Wat zeg je? Zie je? Nee, want ik ben verantwoordelijk voor hetgene wat daar gebeurd is. Ja. Tenminste voor mijn keuzes, mm-hmm. Niet hij. Nee. Heb je wel het idee dat je carrière is verpest? Nee. Heb ik ook niet. Het feit dat ik gecanceld ben, dat is niet iets waar ik voor heb gekozen. Dat is ineens is dat de wereld ingeroepen in de tijd waar wij nu in leven. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon kut. Wat is de grootste klap die je ervan hebt gekregen zelf, persoonlijk? Ik zit te twijfelen tussen twee dingen. Sowieso is dat ik bepaalde mensen ben kwijtgeraakt hierdoor, die echt heel dicht bij me stonden. En dat ik gewoon niet meer mijn werk kon doen. Dat werd gewoon van me afgepakt. Dat was heel zwaar. Ja. Want vrienden... Ja, je laat me altijd janken, jongen. Vreselijk. Dat gemis van je werk. Ja, dat snap ik heel goed. Stop. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, dat is iets wat je hele leven doet. Dan wordt hetgene wat jouw passie is, wat je leven bijna is, je ademt dat. Dat is letterlijk alsof je geen adem kreeg. Hetgeen waar je voor leeft. Zelf ook totaal geen grip op kunnen hebben. Dat lijkt me ook wel. Dat, de controle volledig kwijt zijn. Ja. En wat je omschrijft met mensen in je omgeving die je verlaten. Dat ging natuurlijk ook gepaard toen de tijd met werk wat afgezegd werd. Ja. Klopt. Hoe is dat gevoel? Voelt dan opeens alles heel onoprecht? Ja, op dat moment was dat... Het was zoveel. Weet je, het begon bij één optreden, een Harbour Club. Daarna was het Beste Zangers. Daarna was het Ladies of Soul. Daarna was het Fred van Leer. Het was echt... Het ging allemaal zo hard achter elkaar. Het zijn gewoon goede vrienden geweest die op dat moment een stap achteruit hebben gezet. Ja, eigenlijk... En zakelijk snap ik dat. Maar waarom in het persoonlijk leven waren mensen met wie ik gewoon zo lang, jarenlang, zo goed bevriend was. Ik had liever dat je naar mijn huis was gekomen, had ik mijn huid vol had geschoten. Maar ben je nou mee bezig geweest, Glenn? Maar had me daarna ook weer in je armen genomen. En gezegd van, oké, je hebt een fout gemaakt, we gaan het fixen. En dan heb ik het over mijn vrienden en ook over mijn collegiale vrienden, zeg maar. Dat had ik denk ik fijner gevonden. Nou, dank dat je dat wilde delen sowieso. Ja, was ik helemaal niet van plan. Wil je er zelf nog iets over kwijt? Over dat wat daar gebeurd is? Ja, dat ik het natuurlijk nog steeds onwijs betreur wat er toen is gebeurd. En dat ik echt wel mijn eigen fouten hierin erken.
Maar ik moet ook door. Snap je? Dit mag niet mijn verhaal blijven. Dat wil ik niet. Nee. Dus ik hoop dat... ja, tweede kans mij is gegund. En dat ik er alles aan zal doen om gewoon weer de harten van het publiek te winnen. En dat is niet om hier te gaan zitten en een treurig verhaal te gaan vertellen of te gaan zitten janken. Want dat komt gewoon vanzelf. Dat weet ik. Maar ik wil gewoon weer doen wat ik het allerbeste kan. En dat is gewoon mensen vermaken met mijn stem en met mijn optredens. Wel weer inspiratie. Zeker. Ja. Zeker. Mooi. Ja. Mooi. En Boas. Heb jij wel eens de wet overtreden? Dat is een worst of zo. Oh, lekker. Oh. Lekker allemaal hapjes hier. Ja, lekker hè? Ja. Ik heb de tijd hoor. Mm. Neem je tijd, neem nog een stukje worst. Wie doet dat niet? Ik heb als tiener heel veel domme dingen gedaan. Van graffiti tot stelen, tot van alles. Ja. Kijk, ik vind het lastig om erover te hebben. Want ik wil ten eerste niet anderen inspireren om het ook te doen. Het wordt al snel sterke, stoere verhalen. En aan de andere kant valt het allemaal hartstikke mee. Het zijn allemaal dingen die tieners doen, die, ja. Maar zijn het dan qua jongensstreken? Het zijn qua jongensstreken. Ja. Ja. Maar je hebt geen strafblad of zo? Ik kan niet meer bij de politie werken. Oké. Ja. Heb je die ambitie? Politie? Politie? Ja. Nee, zeker niet. Omdat je zegt, ik kan niet meer bij de politie werken. Misschien heb ik bepaalde ambities. Nee, maar als je geen verklaring voor goed gedrag kan krijgen, dan kan je volgens mij ook geen leraar meer worden. Klopt, ja. Ook niet meer bij de marechaussee. Maar ja, dat hoef ik toch allemaal niet. Nee, zet lekker op het podium. Ja, joh. Maar bijvoorbeeld met... Laat ik als voorbeeld drugs nemen. Daar zijn jullie best wel open over. En dat is ook wel eens natuurlijk op filmpjes, op het podium. En... Ja, en dat is ook natuurlijk illegaal. Wat ik net ook zei van... Ja, ik ben nu nog steeds wel illegaal bezig. Want ik doe af en toe drugs, recreatief. Mm-hmm. Af en toe twijfel ik aan mezelf of het nog recreatief is. Maar ja, ik vind voornamelijk zo... Zo zie ik dat er zo'n taboe op rust. Terwijl alcohol gewoon als normaal wordt gezien. Juist. Ja. Ik snap heel goed wat je zegt over taboe. Maar ergens is het ook een soort van... Jullie zijn ook onder zo'n jonge doelgroep zo populair. En zo... Ja, maar ik beschouw me niet als voorbeeldfunctie. Nee. En als je denkt dat ik dat wel ben, ja, dan ligt dat echt aan jou. Veel ouders, dit hoor ik veel van ouders ook, van ja, je bent een voorbeeldfunctie en mijn kinderen luisteren naar je en dit en dat. Maar ja, ik maak muziek omdat ik mijn emoties wil tonen. Mm-hmm. En omdat ik gewoon doe wat ik lief heb. En dat doe ik met alles. Ja. Dus ik ben niet jouw fucking voorbeeld. Nee. Oké. Jongens, de laatste. Dit vind ik een hele leuke. Okay. Een hele mooie afsluitende stelling. Ik ben ultiem gelukkig in de liefde. Mm-hmm. Ja. Ja? Ik ben verloofd. Ja. Hoe lang gaan jullie? 78 maanden. Ja. Dus dat is, en dit is je verlovingsring? Dit is mijn verlovingsring. Ze heeft mij gevraagd. Echt? Ja, op het, zo stoer. Op het podium. Echt? Toen ik aan het spelen was. Wauw. Ik was helemaal flabbergasted. Ik dacht, wat de fuck doe je hier? Ja. Hoe vond je dat? Dat je vriendin jou vroeg? Ik vond het heel vet. Ik had het misschien ook niet anders gewild. Ja, dat snap ik. Ik was gewoon... Ja. What the fuck is hij? Ja, maar dat lijkt me wel echt mooi als je dat overkomt.
Ja, ja, dat was wel echt speciaal. Prachtig. Maar is zij de liefde van je leven? Ja, 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 zeker. Liefde van mijn leven, moeder van mijn toekomstige kinderen. Ja? Wil je papa worden? Ik wil heel graag papa worden, ja. Ah, ik ben ready daarvoor. Zin mooi. In. Mooi hoor. Leuk. Ja. Te gek. En ja. Jij, Glenn? Ik ben ook gelukkig in de liefde. Sinds een half jaar. Oh. Ja. En het kwam op het juiste moment. Op het moment waar ik hoopte gewoon op iemand die me rust zou kunnen brengen. En we hadden het net over rust en wat je gelukkig maakt. En ik denk dat dat mij op het moment het allermeest gelukkig maakt. Dat ik gewoon rust heb. En nu zit je in de goeie. Ja. Toch? Ja. Voor mijn gevoel wel. Ja. Hij is jonger, toch? We zijn altijd jongers. Altijd, jongen. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik heb het echt geprobeerd. Maar hij is 27. 27? Ja. Zo. Ja. Oké. Ja, maak hem nog even. Ik zat te denken, oh, dus ik maak ook een kans. Oké. Nou, hey, ik ga afronden. Enjoy. Blijf lekker zitten, ik pak een wijntje en dan zie ik jullie morgen. Dat is goed. Nee, maar wat, wat fijn om te horen voor jullie allebei. Thanks. Ik wil jullie sowieso echt heel erg bedanken dat jullie zo open vanavond met me wilden praten. Bedankt voor het vertrouwen, dat meen ik echt. Want het zijn soms hele persoonlijke dingen die je deelt en moeilijke dingen. Sluit u voor nu in ieder geval de avond af. All right. Cheers, jongens. Cheers. Oh, oh, oh. Hey, breakfast. Lekker, jongens. Eet smakelijk, jongens. Smakelijk. En vandaag hebben we eigenlijk, gek genoeg, vergeleken met gisteren, een hele chille dag. We kunnen lekker bij het huis chillen. Als jullie een spelletje willen spelen, vind ik het altijd leuk. Maar vooral gewoon lekker chillen. Heerlijk hoor. Kan ik wel. Ja? Ik ook. Nou, gelukkig. Ja, we hebben er alle drie goed in. Ja. We hebben echt een mening, wat superleuk. Ambiëren jullie als groep om meer de grens over te gaan? Ja, ik denk dat je gewoon op een gegeven moment in Nederland een plafond hebt bereikt. Ja. En dan, ja, als je zoveel ambitie hebt als dat wij hebben, dan is er natuurlijk een makkelijke soort next keuze. Step. Of een next step, ja. Mm-hmm. Zullen wij ons zo lekker gaan klaarmaken, jongens? Ja. Goed. De diner. Lekker. Komen er nog wellicht wat gezellige mensen bij. Wat? Ja. Ja. Gezellig, hè? Heel gezellig. Nou, nog gezelliger dan dit? Ja, jongens. Moeilijk voor te stellen. Ja, wow. Die eenheid geworden. Yes. Wauw. Wow. Jongens. Kom je niet gezellig bij me zitten? Zeker. Mag ik hier? Sorry. Dankjewel. Nou, ja, dat valt eigenlijk onder mijn takenpakket. Maar ja, ja, jammer, dat vergeet je wel eens. I got you, Rob. Dankjewel. Dankjewel, lief. Oh, wat leuk. Ja, ziet er heel mooi uit. Oh. Wat willen jullie drinken? Ik wil maar een beetje water. Water? Geen wijntje? Ik lust al een wijntje. Lekker. Een wijntje? Ja, ja. Oké, lieve jongens. Mensen. Cheers. Cheers. Het leven. Het goede leven. Geluk. Ja. Ja. Waar ik benieuwd naar ben bij jullie twee is, jullie gaan natuurlijk straks terug naar Nederland. Okay. Wat gaan jullie doen? Waar kijken jullie naar uit? Waar hebben jullie zin in? Ik heb nog een paar shows die ik moet spelen. Dan ga ik vol aan de bak aan nieuwe muziek. En jij, Glenn? Je bent nu samen met je vriend. Ja. Wil jij op een gegeven moment gaan trouwen? Nou, het was nooit echt een droom van mij om te gaan trouwen. Ik vind het wel heel mooi voor anderen. Voor anderen? Ja.
En heb jij dan... ja, ik vind dat een beetje brutaal om aan vrouwen te vragen. Maar heb jij bijvoorbeeld nog die wens om gezinsuitbreiding te hebben? Oh ja, het is algemeen bekend dat ik heel graag nog een babytje wil. Ja? Ja. Maar ja, ik ben ook 45. Ja, je zou nog wel mama willen worden opnieuw. Ja, ja, dat lijkt me heel mooi. En ben je daarmee bezig? Sort of. Ja. Ik ben er al lang mee bezig. Dus het is niet iets wat altijd vanzelfsprekend is. Nee. Maar ja, het is wel een wens. Ja. Heel mooi. Dank je. Ook dat is je echt gewend. Dank je wel. Ik hou van kinderen. Ja. Zullen we lekker gaan eten vast? Lekker eten. Nou. What's up, guys? Vrienden van het goede leven. Jeetje, wat gezellig dit. Welkom in Italië, jongen. Hoe is het? Hallo. Hallo. Ja, wat leuk zeg. Hi. Hey, hallo. Ja, ik ben Glenn. Wat gezellig, jongen. Zo, Ga lekker zitten waar je wil. Ga lekker hier zitten. Oh, ik had mijn eigen pony ook al meegenomen. Oh, ontzettend lekker trouwens. Heerlijk. Dank je wel. Wauw, wat gezellig. Ja. Jullie zijn de aflossing. Ja. Wij zijn de aflossing. Nou, fucking succes. Ja. Was het zo erg? Nee. Dat is zwaar. Maar gewoon eerlijk, doe mijn oren even terug. Hey, wat leuk zeg. Ben jij niet helemaal kapot, zo? Ik ben wel een beetje moe, moet ik eerlijk zeggen. Maar jongens, het helemaal goed. Je hebt gisteravond je laatste show van Coldplay gehad. Ja, hoe vet was ja, dat dan? Ja, dat was echt niet normaal. Ja. Ja. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja, tuurlijk, in de arena. Ja, sick. Ja, dat is wel echt sick. Heb ik echt van genoten. Je zag er prachtig uit, je zong prachtig. Dank je. Allemaal gezien. En heb je ze ontmoet? Ja, gisteren. Ja, en dat? Ze waren zo aardig. Ja? Echt zeg maar dat gevoel dat je krijgt als je ze ziet. Zo zijn ze ook echt. En die hele crew, iedereen is gewoon aardig daar. Oké, lieve mensen, laten we cheersen. Yes, chin chin. Chin chin, guys. Proost. Proost. Cheers. Proost. Cheers. Hey, wow. Wat? Oh, nee. Ik was zo los dat ik er niet zag aankomen. Oh, okay. Ja. Vega. Nou, heerlijk. Het is net dat je op je eerste date een hamburger gaat eten. Ik snij het achteruit. Nou, eet smakelijk, joh. Nee, bon appétit. Appetit. Ik bedoel... Porcienta, porcienta. Dat nee, is dat hier. Nee. Jawel. Wel? Ja, echt? Echt of niet? Nee, helemaal niet. Dat is echt gelul. Waar hopen jullie op om te gaan doen? Nou, niks met hoogtes. Hoop nou, ik. Waar heb je hoogtevrees? Als je dit nu zegt, gaan we zo even mee doen. Nou, wel een beetje. Dan ga ik heel veel paar belletjes doen. Ja. Ik hoop dat we gaan mountainbiken. Oh, leuk, hè? Dat zou leuk zijn, ja. Toch? In de bergen. Oh. Zeetje, nou daar heb ik echt geen zin nee. in, hoor. Met je dan ga je maar, alleen. Morgenochtend een mooi fietsje voor jou voor de deur. Ja. Ik hoop gewoon op plezier. En dat plezier. Weet je, op de dat kan overal. En niet op je de bent fiets. Een meisje van plezier hier. Ja? Dat kan je wel zeggen, ja. Maar ja, nee, maar ik heb geen zin om te fietsen. Dat doe ik al in Amsterdam heel veel. Ja, sorry. Oké, lieve Boas. Oké, lieve Rob. Mag ik jou vragen om iets leuks voor ons te spelen? Ik schenk even dit heerlijke biertje. Oké, ik heb al heel lang niet gespeeld. Nee, geintje. Ik speel elke dag. Brony, dat helpt, hè? Old pirate, yes, dear rabbi. Sold I to the merchant ship. Minutes after day took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had,
redemption song. Jezus, wat goed, man. Je bent gewoon een beltzanger, jij. I love it. Ja, echt als de mooi. Pressure high is, moet ik wel belten. Hoi, hoor. Echt te gek. Clem? Ja? Wil jij iets voor ons zingen? Oké. I've been in so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, oh, but I made some better rhyme. I packed it on my life on stage. But 10,000s and thousands and thousands of people watching, a little lonely. But now we're alone, and I am singing a song to you. Wauw! Jezus! Dat is echt niet normaal, man! Nee. Jij zit ook gewoon te zingen en dan doe je tussendoor gewoon even zo! Wil jij nog iets zeggen, Julia? Ja, nee! Ja, ik ben zo jaloers hierop. Jeez, wat een heel mooi. Niet normaal. Niet normaal. Je kijkt maar één seconde aan, toen werd ik ook helemaal verlegen gewoon eigenlijk. Wow. Pas op, hè. Ze valt op jonge gast. Ja, dat is wel waar. Ja, nee, Steve. 12. Ja, dit is te gek. Niet. Echt heel mooi. Dat zo kan, joh. Ja. Ja, ik durf niet meer. Jawel. Jawel. Nee, kom op. Je staat in de arena voor Coldplay. Ik wil net zeggen, ja. Is er iets wat je voor ons wilt zingen? Oké, maar dan echt een heel klein stukje, hoor. Even kijken, hoor. Yeah. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Wauw. Zo, die kopstem ook. Gewoon belden naar de kopstem. Ik hou dat zo. Jij zei net, ik krijg kippenvel. Ja. Ja. Maar dit was mix, gewoon dat iemand kan zingen. Oh, Robert. Ik ben er klaar voor. Let's go. Ja? Voor wat? Oké, nou, jongens. Je ogen en je blauw. Ja. Ja, Jul. Zon op jouw gezicht. Als jij hem inzet. Als jij hem inzet, dan zing ik met je mee. Moet ik hem inzetten? Als jij hem inzet, dan zingen we mee. Dit keer weet ik het zeker. Het is voorbij. Voorbij. Maar nu? Maar als je mij weer aankijkt. Dan klinkt het hart weer diep in mijn bol. Ik lijk als een hol. Nee, dat zei ik niet. Dan voelt mijn hart weer diep in mijn hol. Sorry eigenlijk wel. Herpak jezelf. Nee. Wat is dit? Mag ik een proost uitbrengen? Op een gezellige avond. Robert, jij mag dat. Robert. Cheers, jongens. Cheers. Cheers, liefies. Cheers. Cheers. En bedankt voor het zingen. Ja. Appreciate it. Ja. Lieve Glennis en lieve Boas. Ik ga zo afscheid van jullie nemen. Ja. Want ik neem de andere drie nieuwe gasten mee naar de villa. Jullie vliegen zo nog terug. Ja. Maar het was me waar genoegen. Echt. Nou, ik heb mij het echt ook. Heel leuk gehad. Ik vond het heerlijk. En super lief dat je me hebt uitgenodigd. Echt heel leuk.
zijn. Ik ben blij dat je er was. Ik ook. Ja, Bo. Rob, het was fantastisch. Het was heel leuk om je te leren kennen. Echt. Blij dat ze echt goede vrienden zijn geworden. We gaan nog paard rijden binnenkort. Ik ga mee, hè? Ik ga mee naar Milkshake. Ja. En oh, meer. We gaan naar Antwerpen, naar Glennis. Oh, yeah. We hebben dat gisteren zeker afgesproken. Ja. Toen was je... Nice. Dankjewel, jongens. Jij bedankt. Jij bedankt. Ja, het voelt heel koud, maar dat is het ook. Dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Ik ben dood, Steve.